Zes studenten van sportopleiding SIOS Rijn IJssel houden deze hele week een handbalzomerkamp. Deelnemers uit heel Nederland komen hiervoor naar Arnhem. Vandaag gaven drie dames van de handbalacademie een gasttraining. We staan hier bij het handbalzomerkamp 2017. Je hebt in het verleden zelf ook meegedaan, klopt dat? Ja, klopt. Toen ik nog, ik weet niet hoe oud ik was, 12, 13, ook die leeftijd. En toen heb ik in de zomer net ook hier aan meegedaan, twee keer volgens mij. En je bent nu zelf speelster bij Jong Oranje, als ik het goed begrijp. En bij landskampioen VOC Amsterdam. Ja, klopt. Ik speel bij Jong Oranje onder 19. We hebben afgelopen zomer een EK gespeeld. En ik speel inderdaad bij landskampioen VOC in Amsterdam. En is dat iets het kamp wat je in het verleden aan hebt meegedaan? Is dat iets wat jou verder heeft geholpen om de top te bereiken? Nou, ik denk niet zozeer dat het een heel groot deel, maar het was wel belangrijk. In de zomer kon ik gewoon lekker doorhandballen, gewoon een hele week. Het was vooral heel leerzaam. Je handbalde gewoon met alle anderen die dat ook graag wilden handballen. En je kreeg van verschillende gasttrainers kreeg je trainen. Het was gewoon een week gewoon gezelligheid en vooral waar je gewoon lekker leerde handballen, meer technieken leerde. Dus ik denk dat het ook wel een klein steentje heeft bijgedragen. Ja, en is het dan iets omdat jij die stappen hebt gemaakt naar Jong Oranje? Is dat iets dat je dan een bepaalde stimulans kunt geven aan de jongeren hier? Van kijk, dit kun je bereiken. Ja, ze kijken toch wel een beetje tegen je op en dat is wel leuk. En het is vooral leuk om iets terug te doen. Ik heb hier natuurlijk aan meegedaan. En dat je gewoon die kinderen dan iets kunt bijleren qua handbal. En ze vinden het natuurlijk alleen maar leuk om dan van zo'n iemand wie dan in Oranje speelt iets te kunnen leren. Dus het is alleen maar leuk. Is het doel van dit kamp dan ook om echt talent door te laten stromen? Nee, dat is niet het specifieke doel. Het doel is vooral om plezier te maken. Gewoon een lekker week leren. En het specifieke doel is niet om allemaal mensen te scouten. Weet je wat, dat wordt hier rondom wel gedaan. Het is vooral plezier, is gewoon daarop één. En ik denk dat het hier in zo'n week zeker aan de orde is. Kinderen hebben naar hun zin, leren veel, trainen veel. Dus ik denk dat dat gewoon het grootste doel is. Gewoon plezier maken en een leuke week ervan maken. Merk je dat de belangstelling elk jaar groter wordt of blijft het ongeveer gelijk? Nou, het blijft ongeveer wel gelijk. Tuurlijk, het handbal leeft wel meer, dus de belangstelling is er zeker gewoon elk jaar weer. Maar het verschilt natuurlijk per vakantie. Sommigen moeten al naar school, dus dan is het animo wat minder. Maar over het algemeen is het een erg grote belangstelling.